Evenwichtige voedingsgewoontes aan onze kinderen aanleren is vandaag, meer dan ooit, van kapitaal belang voor hun gezondheid en hun toekomst. Daarom hebben de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde en Danone samen beslist dit probleem reeds bij de kleuters aan te pakken. Ze hebben hiervoor een spel ontwikkeld dat bestemd is voor de derde kleuterklas. Het spel Smakelijk en Gezond. Wat verkopen ze daar nog? Een zak melen. En water. En koekjes. En chips. En chips, want van wat wordt chips gemaakt? Van aardappelen. De groene winkel. De groente. Ja, inderdaad. Ojo. Kindjes in de klas. Ojo, die gaat die vallen. Het is een zeer leuk educatief spel. De kinderen zijn echt bezig nu met gezonde voeding, gaan sporten. Letten op niet te veel zoetigheden en frietjes en andere ongezonde dingetjes, zal ik maar zeggen. Wat ik vooral leuk vind aan het spel, is omdat je dit niet kan kopen in de winkel. Er is nog nooit zo'n spel uitgebracht om kinderen iets bij te brengen over gezonde voeding. En het spel bevat 6 leuke winkeltjes, heel duidelijk, heel kleurrijk. En de kinderen kunnen de voedingswaren echt onderbrengen in de verschillende winkels. Ze zijn er echt heel hard mee bezig. Ze komen 's morgens in de klas en vragen direct, gaan we met de winkeltjes spelen? Gaan we nog eens winkelen? Ze zijn er echt mee bezig. En je moet komen voor ontbijt. Iets kopen voor de speeltijd. Maar 1 dingetje kopen. Nee, kijk eens. Hoeveel voor het ontbijt? 1, 2, 3, 4. Dat mag jij mooi. Toutes les études. Alle nutritionele studies gericht op kleuter- en lagere schoolkinderen hebben aangetoond dat er een voedingsonevenwicht bestaat. Ze is namelijk te rijk aan snelle resorptiesuikers en te arm aan trage resorptiesuikers, gepaard met een overbodige consumptie van vetstoffen. Wij stellen ons eigenlijk tot doel de gezamenlijke schoolbevolking van directeur, leraren, leerlingen tot en met de ouders het belang te doen beseffen van een evenwichtige, gezonde voeding. Wat moet je eten op een dag? Groentjes. Ja, dat zijn gewoon groentjes. Je moet 5 dingetjes, want je weet, het zit vol met vitamintjes, hè. En wat is er nog heel belangrijk als je beste boterhammetje geen vitamintjes. Dan moet je nog heel veel eten. Alle melkproducten. Wat heb je gekocht? We zijn een broodje. Krijgen jullie een puntje voor het ijsje? Nee. Je krijgt wel 2 punten? Ja. Voor de appels. Voor de appels. Reeds van bij zijn ontstaan is het de missie van Danone om bij te dragen aan een gezonde voeding. Daarnaast heeft Danone ook een sociale verantwoordelijkheid en willen we dicht bij de mensen staan. Vandaag meer dan ooit is het belangrijk om mensen te sensibiliseren en te informeren over een gezonde voeding. En dit reeds van bij de allerkleinste, want goede gewoontes die leer je van kinds af aan. Daarom heeft Danone samen met de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde de actie Smakelijk en Gezond ontwikkeld voor alle kleuterscholen in België. De actie Smakelijk en Gezond is een spel dat kinderen op een leuke wijze de basisprincipes van een gezonde voeding aanleert. En dit spel is ontwikkeld samen met kinderartsen, met een pediatrisch diëtiste en met leerkrachten. Samen hebben we dit spel uitgebouwd tot een project dat actief zal bijdragen aan de gezondheid van onze kinderen.
Alle kleuters die deelnemen aan de actie Smakelijk en Gezond ontvangen het vertelboekje Het Geheim der Kampioenen, dat ze thuis samen met hun ouders kunnen ontdekken. Het is een prachtig geïllustreerd boek dat de drie gouden regels voor een evenwichtige voeding communiceert. Het boekje bevat ook een gepersonaliseerd diploma voor elke kleuter die deel heeft genomen aan de actie. Dankzij deze actie zullen er weldra talrijke gezondheidskampioenen zijn.